staande ovatie hier naar Eternal Flame, vertolkt door Nathalie. Je begon heel klein, maar dat was de opdracht, hè, geloof ik, vorige week. Je moest klein leren zingen. Ja. Ja. Pak ze gelukkig weer uit aan het einde. Nou, het is echt hier. Gordon. Nathalie Makila Makoma. Makila Hava. Wat betekent dat? Oh, dat is je naam, hè? Dat is je naam. Ja. Nathalie Makila Makoma. Congolees. Nou, laat Nathalie Makila Makoma. Weet je, als je zo de opdracht krijgt om zoiets kleins neer te zetten. Weet je, het is heel moeilijk om jou nog te beoordelen. Waarom? Twee dingen. Eén, die stem is onnavolgbaar. Twee, je uitstraling is zo overweldigend dat je als jurylid naar iets zit te kijken waarvan je al zeker weet dat je deze wedstrijd gewoon al niet nodig hebt. Dat je eigenlijk al een ster bent na dit programma. Maar het moeilijke is, als ik nou heel eerlijk moet gaan jureren over de afgelopen optredens, was dit optreden voor mij het minst pakkend. En dat komt omdat je heel veel wiebeltjes maakte met je stem. Je hebt het wel klein gebracht, maar niet met de juiste intentie en emotie waarop je zo'n nummer wel zou neer kunnen zetten. En ik denk dat daar nog jouw grote kracht gaat liggen als je dat eenmaal kan bereiken. De wijze woorden van Gordon. Ja, een enorme uitstraling. Ik durf pas sinds kort zo dichtbij er te staan. Ik zeg het maar heel eerlijk. Journey, wat vond jij ervan? Ik vond het een heel bijzonder optreden van haar. Ten meer daar ze de opdracht had meegekregen, zoals je zelf net al zei. Wat genuanceerder en wat kleiner. En ja, die opdracht die heeft ze eigenlijk wel goed uitgevoerd, maar ik vond het jammer dat ze daarna de tweede helft van het liedje eigenlijk meer de melodie ging verkrachten. Ik vind goed dat idee. Je moet zo'n liedje moet je ook een beetje in zijn waarde laten terug kunnen horen welk liedje het ook is. En dat vond ik jammer, want ze had ons al een paar keer laten horen hoe goed ze andere liedjes hiervoor heeft gedaan. Dus het was niet nodig geweest om, laten we zeggen, het uitpakken aan het eind nog eens extra te onderstrepen. Voor mij niet althans. Dus ik vond het net als Gordon niet de beste performance tot nog toe van haar. Ja, dit bent de tweede al die het zegt. Ja, nou ja. Weet je wat, we pakken er gewoon nog een jurylid bij. Ha, die Erik. Ha, die Martijn. Hi, hi. Ja, weet je wat ik een beetje heb? Ik denk dat het bijna zo wordt dat ze bang is als ze niet wat laat zien wat de hoogte ingaat, dat ze dan geen indruk maakt. Maar je maakte juist meer indruk met het begin dan met het eind. Want dat was eigenlijk met de haren bijgesleept. Je kan het wel heel goed, maar je moet het niet in elk nummer doen. Dit nummer had het niet nodig, hoewel het wel iets is wat jij kan. Oké.